Gloed van Chandor Marai. Why I love this book. Voor mij is het mooiste boek over vriendschap. Meestal leer je wat vriendschap betekent kennen door je vrienden, maar dit boek draagt er zeker toe bij. Ik denk dat na het lezen van Gloed, dat ik pas ten volle begreep wat vriendschap is en de juiste vragen, als er juiste vragen bestaan, maar de vragen stelde rond vriendschap. Het is een portret van twee vrienden, Henrik en Konrad. En hun vriendschap wordt heel moeilijk door de levens die ze leven. Ze komen uit twee verschillende werelden, waardoor de vriendschap onder druk komt te staan. En misschien is de druk te groot geworden. Misschien is de vriendschap onmogelijk geworden. En ik zeg misschien, want misschien is de vriendschap ook gebleven.